Stichting Don Diabetes Onderzoek Nederland staat voor onderzoek naar diabetes, naar genezing van diabetes. We zijn vrij uniek daarin in Nederland, omdat wij één focus hebben en dat is genezing. Dus wij ondersteunen alleen maar onderzoek wat gericht is op genezing. Niet onderzoek is wat gericht is op het verbeteren van de levensomstandigheden van patiënten, maar alleen genezing. Ons doel is om de volgende generatie de ziekte diabetes niet kent. Nou, ik ben bijna mijn hele leven al diabetespatiënt. Ik heb een insulinepomp, dus ik heb sowieso al zeg maar, de fysieke ongemak dat ik 24 uur per dag een insulinepomp bij me draag. Ik heb via dit golftoernooi de voorzitter van de stichting ontmoet, Maarten de Gruyter, zelf diabetespatiënt. En zijn verhaal en het verhaal achter diabetes, wat ik eigenlijk niet kende, wat ik via hem hoorde, vond ik eigenlijk zo schokkend. Toen hij vroeg van wil je mijn stichting gaan helpen, ik eigenlijk onmiddellijk ja heb gezegd. Ik doe al jaren mee en ik ben ook al jaren ben ik sponsor van de stichting. Dan denk ik, jezus, die kerel die gaat er echt helemaal voor. En 100% van alles wat er wordt verzameld gaat ook naar het onderzoek. Dus ik ben echt enorm fan van de stichting. Maarten is een charismatisch gedreven, bevlogen jongen. Ik vind elk particulier initiatief om iets te veranderen in de wereld ten goede, vind ik geweldig. En als je als BN'er, want dat ben je dan toch, ik haat dat woord een beetje, maar als je als BN'er het nuttige met het aangename kan verenigen, dan doe ik dat graag. Nee, je moet niet met mij spelen, want ik kan natuurlijk, we kunnen nooit de teamprijs winnen natuurlijk. Hoezo niet? Ik kan niet. Het team waar ik in zit, kan natuurlijk niet winnen. Je kan toch zeggen, ik heb nog nooit gewonnen, dus nu moest het een keer gebeuren. Daar ben ik met hem gaan spelen. Maar we maken er een mooie avond. Ja. Ik kan niet golfen. Het is heel simpel. Het is de keiharde waarheid. Ik golf misschien 1 keer per jaar. Ik golf al heel lang, maar niet goed. Ik speel echt veel te weinig. Maar ik ben een kakker, hè, dus die kunnen allemaal wel met je golven. Ik ben ongeveer bogeyspeler. Ik speel 18. Ik krijg op elke hole 1 slag. En ik vind eigenlijk dat ik wel beter kan. Maar dat wil nog niet lukken. Die bal begrijpt nog niet wat ik bedoel.